Hoi, ik ben Ilona en vandaag is het woensdag 5 april 2023 en Mark was gisteren een beetje misselijk. Gewoon een beetje misselijk. Ik werd een beetje misselijk. Dat gebeurt ons allemaal. Maar voor Mark was het vrij uniek hoor, dat hij misselijk was. Want het blijkt nu dat hij zich ziek meldt voor het eerst in 13 jaar premierschap. Mark Rutte zit namelijk al sinds 14 oktober 2010 als minister-president voor Nederland. En daarmee de langstzittende minister-president in de Nederlandse geschiedenis. Laat het even goed tot iedereen doordringen. Hij zit er al vanaf 2010. En in die tijd heeft hij zich nog nooit ziek gemeld. Heel bijzonder. Maar zoals ik al aangaf, hij was dus een beetje misselijk. En kon dus niet naar het debat over stikstof. Ik ben heel benieuwd wat er vandaag gaat gebeuren. Maar als het goed is, gaat hij vandaag wel naar het debat toe. Wat ik wel heel bijzonder vind, is een stuk wat ik vanochtend tegengekomen ben. Een artikel. Weer voor 9 for News. En dat gaat over dat er een oud-VVD'er Geert Dales is die op zijn website heeft neergezet dat deze minister-president psychopathische trekken heeft. Heel bijzonder dat er nu kritiek is gekomen vanuit de kant van een oud-VVD'er. Ik heb ook even wat wil ik erbij halen. En ik zal dit natuurlijk ook op mijn Telegram-kanaal delen. Bedonderd en bedrogen. Dus zoek het zelf maar uit. Ervaring met Mark Rutte kennen velen. Vraag het aan de slachtoffers van het kabinetsbeleid. De toeslagenouders. Hun uit het huis geplaatste en nimmer teruggekeerde kinderen. De Groningers in hun verzakte huizen wachtend op de toegezegde snelle en adequate compensatie. De tienduizenden studenten met 30.000 tot 50.000 euro studieschuld. Afgunstig kijkend naar de jongste lichtingstudenten die aan het maffe leenstelsel zijn ontsnapt. Woningzoekenden die op hun 30ste nog bij papa en mama huizen, omdat van de beloofde bouwimpuls niets terechtkomt. De autorijders die wegens stilgelegde infrastructurele werken in steeds langere files komen te staan, terwijl Rutte van de Vroom Vroom partij hun 130 km per uur had beloofd. De 10 jaar of meer op een sociale huurwoning wachtende die statushouders voorrang zien krijgen. De boeren die investeerden in innovatieve landbouw en veehouderij nu moeten vertrekken wegens zelfgecreëerde ondoorgrondelijke stikstofcomplicaties en als troost de worst van een woest aantrekkelijke uitkoopregeling voorgehouden krijgen door een incompetent warhoofd dat als VVD-voorzitter niet verder kwam dan de partijcongressen om te dopen in bier- en bitterbalfestivals waar het leuk mocht zijn. Allemaal om de tuin geleid, allemaal bedonderd en bedrogen, allemaal aan hun lot overgelaten. Zoek het zelf maar uit. Hij gaat ook nog even in op de trekken van een psychopaat. Kijk even naar Rutte's optreden tijdens de persconferentie van vrijdag 31 maart 2023, nadat hij urenlang had vergaderd met de collega's van D66, het CDA en het CU over de uitslag van de provinciale statenverkiezingen die BBB in alle provincies de grootste partij maakte. En bedenk dan de typerende kenmerken voor psychopathisch gedrag zijn verbale begaafdheid. Hij is blijkbaar een van de beste debatter van Nederland. Staat hij blijkbaar onbekend. Oppervlakkige charme. Gebrek aan empathie. Dus geveinsde geschoktheid over die vreselijke toeslagenaffaire. En de dramatische toestanden in Groningen. Bestendigheid tegen stress en gevaar. Altijd alles onder controle. Oogenschijnlijk nooit nerveus. Pathologisch liegen. Nee hoor, nooit gesproken over functie elders. Altijd ontkennen ergens schuld aan te hebben. Ik ben niet verantwoordelijk voor dit dossier. Opvliegend gedrag. Rutte's scheldkanonades zijn legendarisch. En denken dat je je alles kunt veroorloven. Ik lieg niet. Ik herinner mij dit anders. Heel bijzonder dat dit nu naar buiten komt. En ik denk dat dat alleen maar goed is dat er steeds meer kritiek ook op
meneer Rutte komt. Daarnaast wilde ik eigenlijk in deze video gaan kijken naar wat er gebeurd is met de goederentrein van de DB Cargo. Die botste dinsdag rond 3:30 ochtends als eerste tegen een bouwkraan op het spoor bij Voorschoten. De kraan of brokstukken ervan kwamen daarna op het spoor terecht. De passagierstrein reed daar tegenaan en ontspoorde. Dat is er waarschijnlijk gebeurd. Er is helaas een dode gevallen, de 65-jarige bestuurder van de bouwkraan. Dus mijn hart gaat uit naar de familieleden die natuurlijk hiermee te maken hebben. En ook iedereen die betrokken is bij dit ongeluk. Ik zag dat er gewoon sowieso de laatste tijd heel veel treinen ontsporen. In Amerika hebben we natuurlijk ook in Ohio dat gedoe gehad met die giftige stoffen. In Griekenland is er natuurlijk 28 februari ook een trein op elkaar geknald, als het goed is. En daar overleden 57 mensen en 85 mensen zijn daar gewond geraakt. Het gebeurt steeds vaker. Dus het is ook een beetje, wat is de energie daar nu achter? Er wordt nu al genoemd dat het waarschijnlijk een false flag is. Ja, false flag wil absoluut niet zeggen dat er geen slachtoffers vallen. Dat het niet echt gebeurd is. Dat wil eigenlijk alleen maar zeggen dat het anders is dan het lijkt. Dat het waarschijnlijk opgezet is zodat het gebruikt kan worden door de duistere krachten voor andere dingen. Dus om mensen paniek te laten in de paniek te schieten. Of juist weer het emotionele impact. Want dit heeft natuurlijk best wel een impact. De koning liep er ook al rond. Ik denk Willem, die moet opeens weer uit de stal gehaald worden. In ieder geval, het wordt dan weer benadrukt. Het wordt weer gebruikt. Het kan als afleiding gebruikt worden. Helaas zitten de duistere energieën zo in elkaar. En dat is voor heel veel mensen heel moeilijk te begrijpen. Die hebben zoiets van, waarom zou iemand überhaupt zoiets in elkaar gaan zetten en dan ook nog gebruiken? Maar ik heb gisteren ook al in mijn video uitgelegd dat de duistere energieën en dan de poppetjes daarvan ook psychopathische trekken hebben. Wat heel mooi samenvalt met wat er net al gezegd is door Geert Dales in zijn artikel over Mark Rutte. Het interesseert ze niet. Ze gebruiken het alleen maar. Ze gebruiken mensen gewoon. Ze gebruiken voorvallen. Ze gebruiken situaties voor hun eigen agenda. Ze letten er dus niet op of er slachtoffers zijn. En soms is het zelfs ook de bedoeling dat er heel veel slachtoffers zijn. Dat zijn dan rituele opofferingen, helaas. Dus ik ga even kijken wat de energie is bij het treinongeluk. We hebben de koning van bekers. We hebben zwaard de vier als centrale kaart. We hebben bekers vier in het verleden. We hebben de keizerin onder zwaard de vier. Pentakels 9 voor de nabije toekomst. En de hoge priester. Ook bij de nabije toekomst. Ik trek nog even een extra kaart bij de magier. Dit heeft duistere energie achter zich. Dus er is waarschijnlijk, dan lijkt het alsof het een ongeluk is, maar waarschijnlijk is er iets in scène gezet. Dat wil niet zeggen dat de mensen die erbij betrokken zijn hiervan op de hoogte zijn. Maar dat er waarschijnlijk wat veranderingen hebben plaatsgevonden aan het materieel. Iets is er veranderd of iets is niet goed neergezet of wat dan ook. Niet door de mensen die daarbij betrokken zijn, maar door andere krachten of andere poppetjes, zeg maar, om dingen te veroorzaken. En dat klinkt misschien heel raar voor een heleboel mensen en soms ook heel moeilijk te geloven. Maar het eerste gevoel wat ik al had toen ik las over die trein, het ongeluk, had ik zoiets van, ik werd er een beetje misselijk van. Ik werd ook een beetje misselijk, net als Mark. Maar in ieder geval, dan heeft het hiermee te maken. Duistere energieën. Vaak voel ik dat gelijk bij een bepaalde situatie. Ik weet nog toen het gebeurde in 11 september. En dit is natuurlijk jaren terug. Ik weet nog wel toen ik dat hoorde dat ik gelijk helemaal misselijk werd. En dat is vaak dan ook die energie die daarbij betrokken is. Dus daar zit iets anders achter. Het is het tot stilstand brengen van dingen. Het wordt gebruikt om het af te leiden. Het wordt voor bepaalde situaties gebruikt. Het zou mij niet verbazen als er misschien nog eens wat meer dit soort ongelukken gaat gebeuren. We zien het eigenlijk ook wereldwijd. Dat het voor mijn gevoel ook lijkt toe te nemen.
En ik denk dat dat ook te maken heeft met de stuiptrekkingen van het duister, die dit soort dingen nog wel in elkaar kunt zetten. Dit is, als je het op een grote schaal bekijkt, nog kleine schaal dingen. Het had veel heftiger kunnen zijn. Het had veel op een veel grotere schaal kunnen plaatsvinden. Dus dat voor mijn gevoel zegt dat al, dat daar in de energie al veranderd is. Maar dit heeft met energieveranderingen te maken. Weer dat heilige vrouwelijke principe. Het weer in balans komen met onze gevoelens en onze emoties, onze energieën. Dit gaat ook om weer het terugnemen en in onze eigen kracht gaan staan. Daarom hebben we bij de hoge priester ook de magier. En ik wilde een extra kaart om gewoon eens te kijken wat nu precies de energie daarbij is. Maar dit is om ons als mensheid weer terug in onze kracht te zetten. Daarom gebeuren deze dingen ook wereldwijd om te laten zien. Om te laten zien wat die agenda echt is. Hoe diep dat gaat. Hoe corrupt ze zijn. En eigenlijk ook hoe slecht ze eigenlijk ook zijn. Dat ze echt totaal geen rekening houden met mensen. Dat de mensen omkomen. Dat het gaat hun echt om die agenda. Dat heeft die kille, berekende energie waar wij van weg willen. Wij willen in onze eigen kracht gaan staan. Wij willen als mensen het zelf gaan manifesteren. En daar heeft dit ongeluk ook weer mee te maken. Zodat we ons onafhankelijke eigen weg kunnen inslaan. Dit is ook op energetisch niveau is er ook weer wat gebeurd. Want dat ongelukken hebben emotionele impact. Uiteraard ook doordat de mensen, en er is iemand natuurlijk ook overleden, wat verschrikkelijk is. En mijn hart gaat uit, zoals ik al aangaf, naar de familieleden die dit meemaken. En het is ook niet de bedoeling om te zeggen van dat degene daar überhaupt iets mee te maken heeft. Dat geloof ik ook helemaal niet. Het liefste heeft het duister onschuldige slachtoffers, omdat dat gewoon een grotere impact heeft. Maar bij Volsflex kunnen er ook mensen worden ingehuurd om het te overdrijven, om het aan te wakkeren. Ik weet niet of dat hier gebeurt, dat maakt me ook niet zoveel uit. Maar dat kan dus bij bepaalde situaties gebeuren, waardoor het allemaal ernstiger lijkt dan het is. Dat is natuurlijk, ja, wereldwijd kun je gewoon aanvoelen, klopt dit wel, klopt dit niet, voelt het wel goed, voelt het niet goed. Dat is namelijk het kompas waar we naartoe gaan, zodat we in onze eigen kracht kunnen stappen. Daarom benadruk ik dat ook de hele tijd, want van daaruit kun je voelen, klopt dit wel, hè? Zeker als je contact maakt met God, met je intuïtie, kun je veel beter door al deze dingen wat ze aan het opgooien zijn, doorheen kun je dan kijken. En dan voel je vaak gewoon aan hoe het echt zit. Nu staat het stil. Dit is ook heel bewust om weer dingen eventjes terug te halen. Zo voelt het voor mij ook dat de duister weer even iets naar buiten wil brengen, in de hoop dat er de media, dat mensen zich daar weer op gaan focussen. Het heeft ook helaas met afleiding te maken. En zij gebruiken gewoon van alles. Zij denken niet zoals de meeste mensen denken. Het maakt hun echt niet uit wie ze voor een karretje kunnen spannen. Als ze maar iemand voor een karretje kunnen spannen. En het liefst onschuldige mensen. Want dat heeft dan ook weer een effect in de energie. Maar dit heeft mee te maken dat we echt anders erin gaan staan, veel meer vanuit ons hart gaan leven. Dit heeft er allemaal mee te maken. Dan zou je misschien denken, wat kan nou een treinontsporing daarmee te maken hebben? Maar het is het laten zien van hoe die agenda's loopt, wat er echt eigenlijk aan de hand is. En niet iedereen zal het zien. Dat is gewoon zo. De meeste mensen zullen er gewoon naar kijken en denken, oh, wat vreselijk. Daar ook weer een energie in stoppen. Want dit heeft ook met, en dat vond ik een hele mooie term, iemand had dat in een reactie volgens mij onder een video van mij gezet, emoterreur. En dat wat is dit ook. Dit is het, hoe noem je dat? Inwerken op mensen hun emoties. Dus dat mensen daar hun emoties naartoe. Net als natuurlijk wat er gebeurd is ook in Turkije met de aardbevingen. Verschrikkelijke dingen die wereldwijd gebeuren. Dat is het focussen van emoties. Want ze hebben onze energie nodig. En door dus dit soort dingen te laten ontstaan, kunnen ze emoties een kant optrekken. Een energie focussen. Dat is heel belangrijk voor ze. Dus dit heeft met energie te maken. Dit heeft met, hoe zeg je dat? Ze willen het gebruiken uiteraard. Dus kijk goed waar jij je energie in stopt en waar je op focust. Blijf dus krachtig in jezelf, zodat het duister de energie niet kan gebruiken. Heel belangrijk. Hoe meer wij op een volwassen manier met onze eigen energie kunnen omgaan, met onze eigen bewustzijn,
in onze kracht gaan staan. Ook het vrouwelijke weer toelaten, weer in balans komen met het heilige mannelijke principe. Beide principes zijn belangrijk. Beide principes hebben wij in onszelf. Daarom is het zo belangrijk dat het mannelijke en het vrouwelijke geëerd wordt. Dus niet gezien wordt alsof de een beter is dan de ander. Want dat is helemaal niet zo. Dat is gewoon complete onzin. Dat heeft het duister natuurlijk ook naar buiten gebracht. Hè? In het verdeel en heersen. Hoe noem je dat? Ze proberen natuurlijk verdelen en heersen. Vrouwen tegenover de mannen te zetten. Wat natuurlijk complete onzin is. Maar goed, ze proberen met van allerlei tactieken om dat toe te passen. Maar het gaat erom dat wij nu zelf gaan bepalen waar wij onze energie in steken. En dan kunnen we het nog heel erg vinden. Maar we hoeven niet al onze energie erop te gaan focussen. We kunnen het ook weer naar onszelf terugbrengen. We kunnen medeleven, maar we hoeven niet medelijden toe te passen. Want medelijden is eigenlijk dat je dus je energie aan anderen gaat geven. Je mag gewoon medeleven, je mag gewoon voelen en doorvoelen. Dit is een verschrikkelijke situatie. Maar hou je energie wel gewoon bij jezelf. En gebruik jouw energie op jouw manier. Laat je dus niet meer manipuleren door andere krachten. Dus hier wilde ik het graag bij laten. Hopelijk tot de volgende video. Dag.